Steeds meer bedrijven gaan aan de slag met duurzame technologieën om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, zoals aardolie-derivaten. Zo verkleinen ze hun ecologische voetafdruk. Dat geldt ook voor Caneca Belgium in Westerlo. We zijn een wereldspeler op het gebied van fermentatietechnologie, macromoleculaire technologie. En specifiek hier in België produceren we eigenlijk producten die een toepassing vinden in kunststoffen, zoals voor automobielindustrie, bouw, constructie, doe het zelf. En dit voor de ganse EMEA-markt. Caneca Belgium heeft al heel wat realisaties gedaan op het gebied van duurzaamheid, zowel voor de geproduceerde producten als voor de plant zelf. Nu, voor de vestiging hebben we in het verleden geïnvesteerd in het installatie van een warmtekrachtkoppeling, ook grotere opslagtanks en dan in combinatie met een loskade aan het kanaal, zodat we ook grondstoffen via het schip kunnen aanvoeren. En dan heel recent zijn we gestart met het in gebruikname van LNG-vrachtwagens voor het transport van MS-polymeer over korte afstanden. Dat polymeer is het actieve bestanddeel voor voeg- en lijmkitten die gebruikt worden in onder meer de automobiel- en de bouwsector. Samen met Vito heeft Caneca onderzocht hoe dit product nog duurzamer kan worden gemaakt door gebruik te maken van lignine. Op zich is het al een heel duurzaam product. Het is vrij van toxische en gevaarlijke producten. Je kan het gebruiken zonder gebruik van oplosmiddelen. Maar we wilden echter nog een stap verder gaan, omdat we eigenlijk in de productie voornamelijk gebruik maken van fossiele grondstoffen. En hebben dat samen met Vito onderzocht of we lignine konden gebruiken als vervangmiddel voor deze fossiele grondstoffen. Lignine moet je, eenvoudig uitgelegd, bekijken als de lijm in uw biomassa. Hè. Dus dat zorgt ervoor dat uw boom blijft rechtstaan. En dat komt in feite omdat dat een aromatisch polymeer is, hè, dat aanwezig is in biomassa. En dat is tevens ook het tweede meest voorkomende biopolymeer ter wereld, achter cellulose. Daarnaast bezit lignine een aantal intrinsieke eigenschappen die zorgen voor mechanische sterkte, vlamvertragende effecten, UV-blokking, antioxiderende eigenschappen, geeft ook thermische stabiliteit aan producten. En dat maakt het enorm interessant voor de chemische industrie. Theoretisch gezien leek deze lignine dus de ideale moleculen om een product als MS-polymeer nog meer biogebaseerd te maken. Maar in de praktijk bleek dat geen evidentie. Op papier leek dit een heel goed idee, maar in de praktijk bleek het toch heel moeilijk te realiseren te zijn. En voornamelijk omwille van de slechte compatibiliteit van het MS-polymeer en het lignine. Het is precies daar dat de expertise van Vito op het gebied van hernieuwbare materialen een cruciale rol gespeeld heeft in het project. Dus door modificatie van de lignine heeft Caneca een heel grote stap voorwaarts kunnen zetten door elke integratie van biopolymeer of biomoleculen in een polymeer. Uit onderzoek is gebleken dat we heel specifieke lignine-fracties nodig hadden om de integratie in het MS-polymeer mogelijk te maken en dat dat met de commerciële lignine in feite niet ging, die was niet compatibel. Vandaar dat we dus een hele ontwikkeling hebben doorgemaakt om heel specifieke fracties van de lignine te gaan maken die dan wel integreerbaar zijn in het MS-polymeer. Vito bouwt momenteel een eigen capaciteit uit om deze fracties ook commercieel beschikbaar te maken. Op die manier wil de onderzoeksorganisatie het toepassingsgebied voor lignine nog verruimen. De conclusie hier is dat we in feite een succesverhaal hebben geschreven met Caneca, een heel mooie applicatie hebben ontwikkeld. Nu, wij kijken als Vito zijnde iets verder dan lignine. Wij kijken ook naar andere biopolymeren of biogebaseerde grondstoffen. We kijken ook naar gerecycleerde grondstoffen zoals plastics. Hierbij streven we ernaar om dit soort ontwikkelingen in samenwerking, dus in co-creatie met bedrijven te doen, om hen ook daarin dan in de duurzaamheidsdoelstellingen te ondersteunen.